Acteur en dichter Heer Mariehuis is op 73-jarige leeftijd overleden. Hij was al enige tijd ziek. De gedrongen Mariehuis werd bij het grote publiek bekend door zijn rol als Napoleon in de film De Boezemvriend met André van Duin. Hij begon zijn carrière in Vlaanderen in 1967. Hij speelde toen in Maskeroen, een destijds chockerend stuk van Hugo Claus. Mariehuis was ook bekend om zijn markante stem. Als stemacteur leverde hij in animatiefilms vaak de stem van de opgeblazen slechterik, bijvoorbeeld in de tekenfilmserie De Bluffers. Ook was hij L in de Winnie de Pooh-serie en minister Droebel uit de Harry Potter-films. Theater. Mariehuis speelde daarnaast veel in het theater. In de jaren 70 maakte hij het satirische programma Scherts, Satire, Songs en Ander Snoepgoed met Robert Long, Dimitri Frenkel, Frank en Jenny Arean. De laatste film waarin Mariehuis speelde was De Zeemeerman in 1996, met onder andere Katja Schuurman.